Hallo lieve allemaal, welkom bij jullie februari reading. En ja, wat je gewonnen hebt in januari kun je hieronder lezen. En nog meer leuks, ik mag hele mooie kaarten, twee decks van spirituele tafelgesprekken van tarot.nl weggeven en ook nog eens twee sets raakassociatiekaarten. Nou, hoe leuk is dat? Wil je het winnen? Gewoon even abonnee worden of het filmpje delen is ook goed. Wat gaan we deze maand doen voor alle sterrenbeelden? Ik ga in een heel mooi doosje, het is ooit van mijn moeder geweest, met allerlei verschillende decks ga ik voor elk sterrenbeeld trekken. Laat me weten of het resoneert, wat je ervan vindt, of je iets anders wil. En als je zegt, Mabel, ik wil je meer zien, dan kan je me om de week bij Libelle Online trek ik alle tarotkaarten met astrologie erbij. Dus tot snel. En met al mijn hallo lieve Steenbok. Nou, mijn lieve mooie kaarten, die hebben even een dutje gedaan in een prachtig satijnen hoesje. Want ik had gisteren klanten en daar trek ik dan voordat ze komen altijd twee kaarten voor. Of als dit waren toevallig een echtpaar, dus heb ik twee kaarten getrokken. En dan met een hele mooie kristal erbij. En ik heb gisteren een agaat gekocht. Helemaal blij mee. Maar wat heb ik voor jullie? Ik heb ook heel veel moois voor jullie. Heel veel mooie kaarten. Oké. De overall feeling voor mijn steenbokken. Wauw. Dit spreekt jullie aan. De Ten of Pentacles. Nou, dit is echt totale voorspoed. Voorspoed op het financiële. Voorspoed op de familiebanden. Voorspoed op de creativiteit, voorspoed op het liefhebben. Heel erg mooie overall vibe voor februari. En het klopt ook voor mij, want vanaf 3 februari, en dat is nu al een beetje de vibe. 1 februari hebben we eerst de nieuwe maan in Steenbok. Jullie teken, jullie energie. Dus jullie zijn helemaal on fire wat je eigen doelen betreft. Prachtig. Hele mooie kaart om mee te beginnen voor jullie. Wat zegt de Nicoletta Ciccolini? Maak ik ervan, hè? Ciccoli zal het wel zijn. Of, nou ja, ik weet het niet hoe ik het uitspreek. Ik vind het in ieder geval prachtige kaarten. Wat zegt zij op mijn vibe voor jullie? Ook de 10. De wereld. Hier, zij, ja, ze is het een beetje, soms een beetje duister. Het is dezelfde kaart. Kun je nagaan wat een variatie zij ervan maakt. De 10 van de 10. De 10 in de numerologie staat ook voor afronding en een nieuwe fase. Dus completion is het ook. Voor mij is voor haar, voor deze kaart is voor mij ook. Hoe moet ik dat zeggen? Hoe moet ik het zeggen? Ik moet even voelen hoe ik dat zeggen moet voor jullie. Het is een target, dus je hebt al je targets gehaald. Maar zij hangt daar wel als een vlinder. Dus het kan zijn dat je wel je doelen allemaal gehaald hebt van je Excel-sheet. Van, nou, mijn vetpercentage is dit en ik heb zoveel eiwitten gegeten. En mijn huis is opgeruimd en ik heb schoongemaakt onder de ijskast. En nou, ik heb al mijn sokken opgeruimd, noem maar op. Maar wat heb je gedaan voor je ziel? Wat heb je gedaan voor je hart? Jullie zijn eigenlijk de go-getters van het universum. Universum. En, maar denk je ook om jezelf? En dat is wel een vibe die ik
voor jullie wens. Dat ook success without fulfillment is failure. Nou, daar komt hij eigenlijk op neer. Dus zorg ook voor jezelf. Ik heb van de healing plants, oh, die moet ik nog even pakken. Ik moet nog even pakken, maar geen probleem, pak ik. Oh. Het is wel heel erg bijzonder van de healing plants. Het is een nieuw deck. Ik ga Jenneke even bellen straks. Wat ze hiermee bedoelt. The Void. Zal ik eens gewoon kijken of het in het boek staat? Even pakken. Kan ik jullie mijn mooie panterbroekie laten zien? Ik ben altijd natuurlijk in de panter. Oké, de healing plants. Wat is er nou de bedoeling van die hele donkere kaart? Het lijkt wel een soort magier. Met een muts op. Kijk, een heel mooi boek zit erbij. Ik heb geen aandelen. Dus gewoon kijken of ik het tegenkom. En anders ga ik... Ja, nee. Het is het einde. Ik zou ook niet weten welke steen dit is. Ik ga eens in de index kijken. Oh, wat leuk, hè? Lieve Mabel, je staat met trots op onze achterflap. Dank je wel. Veel plezier met die deck. Liefste orakelmeisjes Amber en Jenneke. Zo zoet. Zo zoet. Ik heb het al een jaar in huis. Ik ben er gewoon niet aan toegekomen. Nee. Nee, hij staat er niet in. Heel bijzonder. Nou, ik ga het aan haar vragen. Ik ga een nieuwe kaart voor jullie trekken. Als het een bijzondere betekenis heeft, dan zal ik het er nog onder zetten. Ik ga er wel even aan haar vragen. Otus. Dat is wel heel erg mooi. Het lijkt bijna op een passiebloem, maar dat is het niet. Otus. Even kijken. Wat voor de steenbokken is er met Otus aan de telefoon? Wat is er aan de telefoon met Otus? Halleluja! Wauw! Ik ga het voorlezen, want ik ken het deck dus nog niet. Wat is het? Oh, het is een lelie. Een lotus, ja. En de lotus is volgens mij de enige plant uit mijn hoofd die zowel mannelijk als vrouwelijk is en zichzelf kan bevruchten. Nou, hoe hilarisch voor jullie. Plantenmeester Otus laat zich zien bij hen die streven naar hogere bewustzijntoestanden en op die manier contact maken met hun eigen spiritualiteit en verlichting. Wie in staat is zich zo open te stellen, voelt zich verbonden met intense en diepe wijsheid. Het individu is niet meer van belang, maar de aandacht gaat naar het grotere geheel. Jij bent degene die nu of in de toekomst een belangrijke rol speelt in het grotere geheel en ergens heb je dat je hele leven al gevoeld. Otus sterkt je hierin, maak je nog zelfbewuster, creatiever en innerlijke krachtiger. Ja, en hier zegt ze ook over die lotusbloem. Het is de meest spirituele beladen bloem die we kennen. De esoterische olie werkt op de kruinchakra en opent daarmee de verbinding met de andere wereld en het spirituele. Fysiek gezien werkt lotusolie positief op het hart, de nieren en de mild. En hier is weer de mooie amethyst. Otus. Halleluja. En het is dus lotus. Nou, bijzonder en mooi. Dat is wel mooi zometeen met die 10 kaart. Want dan kan ik daar even... Ik voel nu het verhaal al. De reading is net een soort Polaroid foto. Hij wordt langzaam vanzelf helder. Van Stacy DeMarco. Welk dier gaat jou in februari hierbij ondersteunen? Ik wilde even zeggen dat alle derde ooginwijdingen voor februari zijn al verkocht. En in maart doe ik ze weer. Ja, ik hou ze exclusief. Oh, die is goed. De Tarantula Connection. Hij ziet er een beetje heftig uit. 1 en 3 is 4. Het kan zijn... Het verhaal wordt helemaal mooi. Het kan zijn dat je in al je effort en je harde werk je bijna bedekt voelt door andere mensen. Kijk, en deze kaart, die, ook die 10 van Pentacles,
die vraagt je eigenlijk van om je zielenquest, om je zielenbehoefte ook te leven. Om je zielenbehoefte, om je zielenbehoefte ook te leven. En de 13e tarantula vraagt om een diepere connectie en die roept je bijna met force naar binnen. Ik ga wel even de magic voorlezen voor je. Want dat vind ik mooi, dat je die meekrijgt. Want ja, ik voel die kaarten, maar jij moet het natuurlijk ook voelen. Spider magic. En specifically tarantula magic is protective and connective. Webs don't just trap prey, they support and protect. Zie je, dat is wat ik bedoel. Zo van, je wordt niet gevangen door die tarantula. Anders, nou, misschien heb je al weggeklikt dat je denkt, oh, dat wil ik niet. Maar het helpt je ook. It's a mistake to think that spider magic is evil or dangerous, as very cultures see the spider in this fashion. When you feel you need greater connection to life or you need support, particularly in creative matters, ask the spider for help. Zie je, dus het is niet alles. Alles is niet wat het lijkt op het eerste gezicht. Die dierenenergieën zijn er om je te helpen. En die spin is ook van het bouwen. Ja, 1 in 3 is 4. Van mij inkt rock'n'roll. Ja, ik heb een beetje Elvis vibe vandaag. Mijn inktrol, wat heb ik voor je? De Emperor. Ja hoor. Je mag het gewoon. Mits je je diepere purpose, je hogere doel, je diepere connectie met je eigen ziel en je eigen hart heel goed in jezelf doorweeft. Dat je helemaal doordrongen bent van, oh, maar ik sta zelf ook op de agenda. De keizer is de ramenergie en hij heeft de sleutel, de staf van de wereld in zijn hand. Heel erg mooi. En wat ik hier ook weer zie, het is de vier, weer het bouwen. Maar samen, bijna samen met jezelf. Ik heb een engel voor je. Welke engel gaat mijn lieve steenbokjes? Michael. Lieve Michael, help me alle draden, alle mensen, alle situatie, alle trauma, alle karma van mij af te schudden. Snijd door alle karmische draden, alle energetische verbindingen die niet meer bij mij passen. En zo het is, en zo het is, en zo het is. Oké, okay. Vrijheid. Vrijheid en bescherming. En het grappige is, je kan die tarantula weer met Michael vergelijken. Je wordt dus heel van binnen diep beschermd. Ja, grappig hè, voor zoveel aardse doe-energie. Ik zit steeds naar die 10 te kijken, zo van, oh, de 10 van de wereld. Is dit ook de 10 van de wereld? Ook een nieuwe fase, een nieuwe start. Dingen veranderen. Welke oracle, wijsheid van het oracle deck? Tijd om te gaan. 4 en 5 is 9. 9 in de numerologie is een 0. Oké. Okay. Het is tijd. Nou ja, 10, 10, 10. Het is tijd om je eigen route te gaan lopen. En de belangrijkste kaart voor mij is toch de lotus. De balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke. En dat kan je nu ook heel goed zien in de kaart. Zo van, oké, dat moet mergen en laat je helpen. Laat je helpen. Ten of Pentacles, 10 van de wereld kan het ook zijn. De lotus, tarantula, Michael en tijd om te gaan. Dat betekent niet dat iedereen zijn baan op moet zeggen of van zijn partner af moet gaan. Dat is het niet. Maar het is tijd om te gaan naar een nieuwe ronde, naar een nieuwe fase, naar een nieuw stuk in je leven waar je gaat connecten voor een hoger doel. Maar met jezelf, met je eigen behoeftes en met je eigen
koestering en liefde. Nou, laat me weten wat je ervan vindt. Ik zou het heel erg fijn vinden als je abonnee wordt of dat je het filmpje voor me deelt. Het is allemaal liefdewerk, oud papier, zeg ik. Maar ik vind het heel erg fijn en een eer om de kaarten voor jullie te lezen. Dus ik zie jullie heel snel met al mijn liefde.